En de start is gevallen. Goede start aan de binnenkant van Willem 6 HB. Daarnaast komen meerdere paarden naar voren. En een van die deelnemers die naar voren komt is Equim Rich. Paarden gaan de bocht in en het duel om de leiding gaat nog even door. Maar wordt nu gewonnen door Equim Rich en Arnold Bollema. Op de tweede plaats Wico Toscana. En derde is Willem 6 HB. Vierde plaats voor Zeus Olderson. Vijfde daarachter Videx SR. Zesde is Wies Buitenzorg. Zevende Wees Taai. En achtste en allerlaatste op dit moment de favoriet Zuleika River. Maar geen reden tot zorg, want Zuleika River staat bekend als een deelnemer die 300-400 meter heel veel speed heeft en een veld zomaar voorbij kan flitsen. Voorlopig is er van flitsen ook sprake met Zeus Olderson, want die is aan de opmars begonnen. En die komt uit naast de leider en gaat de leiding overnemen. Zeus Olderson opent in 1:15:01 met nog twee ronden te gaan, leidt hij. Tweede plaats voor Equim Rich en derde aan de buitenkant de opkomende Wies Buitenzorg. Achter hem aan gaat Willem 6 HB, daarachter aan de relingzijde Wico Toscana. Dan Videx SR met Wees Taai en daarachter Zuleika River. De neven Bakker dus laatste op dit moment. Maar dat kan allemaal nog veranderen, want we hebben nog een flink stuk van deze koers te gaan. Deelnemers gaan de rechte lijn overzijde in. Leider blijft nog altijd dezelfde. Zeus Olderson en zal die leiding ook niet gaan afstaan. Deelnemer die dat wel even wil proberen is Wies Buitenzorg. Die komt er schuin naast. Wies Buitenzorg ligt tweede. Daarachter op de derde plaats Equim Rich. Vierde mooie uitgangspositie voor Willem 6 AB. Dan Wico Toscana met Videx SR, Wees Taai en Zuleika River. Tweede tussentijd. Er wordt gewoon doorgegaan met gas geven. 17-1. Eerste kilometer in 1:16:01. Paarden gaan de linkerbocht in. Zeus Olderson wordt nu helemaal geflankeerd door Wies Buitenzorg. Blijft de druk opvoeren, vandaar ook dat het tempo niet naar beneden gaat. Daarachter zit heel makkelijk aan de relingzijde Arnold Bollema met Equim Rich. En daarnaast ligt Willem 6 HB. Daarachter gaat ook naar het tweede spoor Wico Toscana. Daardoor kan binnendoor opschuiven Videx SR. En naast hem is ook naar het tweede spoor gegaan Wees Taai. En dat geldt ook voor de deelnemer. Die laatste ligt de favoriet Zuleika River. Ook die nu in het tweede spoor. Zo gaan de deelnemers voor de tribune langs. Tussentijd nu 14-3. En dan zie je dat de druk dus wel degelijk wordt opgevoerd aan de buitenkant. Zijde, want Ebbingen rijdt niet uit zichzelf 14 over die derde 500 meter. Inmiddels zijn ze in de laatste kilometer. En Zeus Olderson leidt. Rick Ebbingen doet even een poging om een gesprek aan te gaan met Gerrit de Jong. Maar die heeft maar één missie en dat is naar voren. Hij ligt ernaast met Wies Buitenzorg. Daarachter ligt dan in de wachtkamer Willem 6 HB met Wico Toscana. Equim Rich valt wat stil. Die had een koers op maat, maar die is niet helemaal in orde. Want die laat op dit moment eigenlijk iedereen passeren. Wees Taai is er langs, Zuleika River is er langs. En Videx SR gaat er nu ook voorbij. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Echte tempoversnellingen zullen er niet meer komen. Want het gaat de hele weg al hard met Zeus Olderson aan de leiding. Tussentijd 15-1. En ze zijn op weg naar de laatste bocht met Zeus Olderson voor Wies Buitenzorg. En daar komt door het derde spoor Zuleika River aan. Zuleika River, mooi gewacht door André Bakker, gaat nu in de aanval. Dit is het moment, zegt hij. En dat denkt hij precies halverwege de laatste bocht. Hij pakt een lengtevoorsprong en is Zeus Olderson inmiddels voorbij. Zuleika River, Zeus Olderson. Daarachter Willem 6 AB. En zo komen ze in de laatste rechte lijn. Aan de buitenzijde komt ook Wees Taai naar voren. Maar Zuleika River heeft afstand genomen. Mooi moment voor Aad van Schie. Hij komt niet zo vaak in Wolvenga. Hij ziet vandaag de eerste en de laatste koers gewonnen worden door een van zijn paarden. Zuleika River met overmacht. En André Bakker pakt hier zijn dubbel. Zuleika River, heel makkelijk. Applaus van het publiek en terecht. Zeus Olderson tweede. Willem 6 AB derde. En de tijd 1:14:07 over 2600 meter.